Ik kijk naar deze nieuwe video. In de video van vandaag heb ik weer een unboxing voor jullie van de Bookshelf. En ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet meer welk genre ik heb gekozen voor deze box. Maar ik weet wel dat dit de novemberbox was. Dus laten we maar snel openmaken. Dit is de box die ik binnen heb gekregen. Hij is weer wat dunner. En als we hem openmaken, dan is dit wat ik er allemaal in zie. En ik denk dat dit een kaartje is waar ik iets op kan lezen. Ja, deze ga ik als eerst even voorlezen. Op het kaartje staat: When you're downy, eat a brownie. En deze is van idenza.nl. En ik vind hem wel leuk verzonnen. Op het kaartje staat: Hi Reisa, hoe gaat-ie? Het is weer tijd voor een gloednieuwe boekenbox van ons. En volgens mij is het boek jou deze keer onbekend. Dus ik zal niks verklappen. Dat klopt. Ik weet niet eens welk genre het is, dus het boek weet ik al helemaal niet. Alle goodies die in deze box zitten sluiten mooi aan op het boek. Ze kunnen namelijk gebruikt worden ter voorbereiding op een gezellige avond. Daarnaast zitten er wat mini extra's in, omdat je dat volgens mij leuk vindt. Dus ik hoop dat je de goodies leuk, handig en mooi vindt. En zoals altijd, bedankt voor jouw aankopen en veel plezier gewenst. Liefst Peggy van de Bookshelf. Heel erg leuk. Dankjewel Peggy. Het gaat met mij goed. Gelukkig. We zitten in december. En dat betekent dat de vakantie eraan komt. Maar daarvoor heb ik eerst nog 2 weken stage. Dus ik moet nog eventjes doorbijten. Maar dat komt helemaal goed. Zodra ik vakantie heb, kan ik hopelijk een beetje uitrusten. En misschien wel met het nieuwe boek. Ik ben heel erg benieuwd naar de goodies. Dus laten we die snel pakken. Ik begin met het eerste pakketje. Hier staat een 1 op. Dus ik ga ervan uit dat ik deze als eerst open moet maken. En ik vind dit papier trouwens heel erg leuk. En als ik hem nou zo open maak dat ik het papier nog een keer kan gebruiken, zou natuurlijk helemaal fijn zijn. Eens even kijken. Oké. Dit zit erin. En dit is Luxury Lotus Lychee Scrub Masker. Exfoliërend en diepreinigend. En deze is van Dr. Van der Hoog. En een leuk feitje over mij. Ik hou echt heel erg van lychees. Als we bij een wokrestaurant zijn, dan ben ik altijd degene die eerder aan mijn toetje begint. Alleen maar om daar aan te beginnen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe deze ruikt. En ik denk zomaar dat ik hem heel lekker zal vinden. Zoals ik net al zei, ik heb komende weken stageweken. En dat betekent dat ik heel erg moe ben. En ik denk dat deze wel heel goed van pas gaat komen. Zodat ik een beetje kan relaxen als ik thuis ben. Dan gaan we door naar pakketje 2. En ook dit papier vind ik heel erg leuk. Er zit zelfs een sticker op de achterkant in de vorm van een hartje. Nou weet ik van mezelf dat die niet heel gaat blijven. Maar het papier hopelijk wel. En jongens, hij is gewoon heel... Oké. Het gaat steeds beter het uitpakken. En hierin zit dit. En het is een pakketje in een pakketje. Dus laat ik deze verder openmaken. Oh, wat leuk jongens. Er zitten... Oké, ik kan dit waarschijnlijk heel slecht laten zien. Maar er zitten oorbelletjes in. En er zitten 2 kleine knopjes met, kijk hoor, een klein steentje die een beetje wit is. En dan vervolgens zitten er nog, het is lastiger dan verwacht, nog 2 oorbelletjes in. En deze hebben allebei een veertje. En die vind ik echt super schattig. Oh, wat leuk. Oh, nu moet ik ze niet kwijtraken. Oké, ik heb ze even zo snel mogelijk in veiligheid gebracht, want mij kennende laat ik ze vallen en dan ben ik ze vervolgens alweer kwijt. Dus ze liggen daar zo, maar heel erg leuk. Gelukkig heb ik gaatjes, dat scheelt ook wel. En dan vervolgens zag ik dat er nog een pakketje was en dit is het extra's cadeautje en dit is dan pakketje 3. En laten we deze ook maar eens even openmaken. Ik moet eerlijk zeggen, normaal ben ik heel slecht in pakketjes openmaken, omdat het altijd scheurt. Maar Peggy gebruikt gewoon zo'n fijne plakband. Dat het niet echt gebeurt. Dus bedankt Peggy. Hierdoor kan ik het papier en nog hergebruiken. En
laat ik ook eens zien dat ik gewoon wel iets uit kan pakken. Goed, hierin zitten nog twee pakketjes. En het eerste wat erin zit is een Apple Cinnamon Hand Soap. En oh, deze ruikt heel lekker. Hij ziet er trouwens ook nog heel erg mooi uit. En hij is klein. Oh, ik hou van minis. En om op minis door te gaan, een mini vaseline. Oh jongens, dit is echt te schattig. En dit is Rosy Lips voor Soft Pink Lips. En oh, ik vind dit echt te schattig. Heel erg bedankt Peggy. Ik vind ze heel erg schattig en ik ben er heel erg blij mee. Dan is het natuurlijk tijd voor het boek. En ik weet niet precies waar ik mijn mobiel heb gelaten. Want dan wil ik kijken naar de hints. Maar die kan ik eventjes niet vinden. Dus ik ga het boek gewoon openmaken. En dan zie ik vanzelf al wat voor boek het is. Ik weet even echt niet meer welk genre ik heb gekozen. Nou ja, ik heb het niet gekozen. Ik was erbij toen het werd gekozen. Maar... Nou, ik zou het echt niet kunnen bedenken. We laten hem gewoon openmaken. Oké, kunnen we hem eruit krijgen. Oké, dit is het boek wat erin staat. Oh. En dit is 10 Blind Dates van Ashley Elston. En deze is uitgegeven door Best of YA. Nou weet ik het ook gelijk, het is een YA boek. Ik kon er gewoon echt niet op komen, maar nu klikt het weer een beetje. De hint was ook dat ze op heel veel dates werd gestuurd door de familie. Iets in die richting. En hier zo staat hoe je geschifte familie je helpt je gebroken hart te lijmen. Awkward. Op de achterkant staat Sophie wil maar één kerstcadeau, een beetje vrijheid van haar overbeschermende ouders. Wanneer die besluiten de kerstdag ergens anders te vieren, verheugt Sophie zich op wat privé-tijd met haar vriendje Griffin. Totdat ook Griffin behoefte aan vrijheid blijkt te hebben. Met een gebroken hart vlucht Sophie naar het huis van haar grootouders om samen met de rest van haar uitbundige familie de feestdagen te overleven. Haar oma bedenkt een niet zo briljant plan om Griffin te vergeten. De komende 10 dagen zal ieder familielid een blind date voor Sophie organiseren. Dat klinkt helemaal niet ongemakkelijk. Oké. Okay. Oh, dit klinkt wel echt als een heerlijk boek. En ook heerlijk om de komende tijd even te lezen. Om te de-stressen van stage. En zoals ik al zag toen ik het een beetje doorbladerde. Is elk hoofdstuk heeft als titel... bijvoorbeeld zondag 20 december. En dan blind date nummer 1. De keuze van Olivia. En oh, dat klinkt echt heel erg leuk. Ja, ik denk dat ik dit echt een heel erg leuk boek ga vinden. En ik hoop dat ik ergens een beetje tijd vandaan kan halen om ook daadwerkelijk te lezen. Aangezien de komende weken best wel druk zullen zijn voor mij. Ook de vakantie trouwens. Dus ik hoop nog een aantal boekjes te kunnen lezen. Waaronder deze. Ik ben echt heel erg benieuwd. Oh, dit klinkt echt wel als een leuk boek. Ik ben blij dat mijn vriend deze heeft uitgekozen voor mij. Dus deze. Goed, dan was dit alles wat in de box zat. Ik zou hier zo nog eventjes de hints voor deze maand neerzetten. En ik ben, als het goed is, voor het feel-good boek gegaan. Maar dat weet ik ondertussen ook al niet meer zeker. Je zou kunnen zeggen dat mijn hersenen niet meer helemaal meewerken zoals ze normaal doen. Maar goed, dat maakt niet uit. De vakantie is er bijna. En tot de vakantie moet het vast wel lukken met mijn hersens. Verder weet ik dat als je de boekenbox zo snel mogelijk bestelt, hij ook nog voor de kerstdagen in huis komt. Dus dat zou helemaal perfect zijn als je hem voor een kerstcadeautje voor iemand zou willen geven. Hoe leuk is het als je iemand die ook een boekenworm is... kan verrassen met een boekenbox en die ook nog eens even gepersonaliseerd is met goodies die hij of zij heel erg leuk zou kunnen vinden. Dan was dit alweer het einde van de video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Mocht je deze video leuk vinden, geef dan een duimpje omhoog. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan en dan zie ik jullie de volgende keer. Doei!